Vrouwen nemen een bijzondere plaats in binnen de gemeenschap. Vele organisaties hebben aandacht besteed aan de positie van de vrouw in het kader van de Dag van de Vrouw, welke vandaag wereldwijd wordt herdacht. De minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, heeft in een videoboodschap voor de Dubai Expo aangegeven dat op deze dag de prestaties van vrouwen in al hun beproevingen hier in Suriname en over de hele wereld worden gevierd. Hij zegt dat de inzet voor gendergelijkheid wordt herbevestigd, zodat alle vrouwen en meisjes hun volledige potentie kunnen benutten en kunnen bijdragen aan het bouwen van een betere en veilige wereld. Ook politieke partijen hebben hun waardering uitgesproken over de vrouw. De VHP zegt dat zij zich op deze bijzondere dag inzet voor het bereiken van een wereld waarin elke vrouw en elk meisje kan genieten van haar rechten en vrijheden. De VHP gelooft dat vrouwen overal dezelfde dromen delen, namelijk dat ze een gelijke behandeling krijgen, van goed onderwijs kunnen genieten, in vrede leven, een goede gezondheid genieten en welvarend zijn. De politieke organisatie benadrukt dat gendergelijkheid, discriminatie en geweld tegen vrouwen schadelijk zijn voor een natie en de samenleving. Aan de andere kant heeft de Purple Movement een rouwprotest voor vrouwen in Suriname gehouden bij het standbeeld van Mama Sranang voor het kabinet van de president. NDP-parlementariër Ansadi zegt dat met dit protest medeleven en solidariteit wordt getoond met vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Wij Surinaamse vrouwen op deze dag van de vrouw zijn in de rouw. En dit maken we kenbaar omdat we solidair zijn met vele Surinaamse vrouwen die vandaag aan de dag rouwen omdat ze niet eens te eten hebben. We zijn solidair met de Surinaamse vrouwen omdat wij het allemaal voelen. En deze dag willen we het kenbaar maken bij het beeld van Mama Sranang, die wij elk jaar op een manier gedenken, of het nou een krans leggen of een broem leggen. Maar vandaag zijn we als Surinaamse vrouw fysiek hier om de wereld te laten tonen dat het beleid van deze regering de vrouwen, Surinaamse vrouw, vandaag in de rouw zijn. Op deze Vrouwendag heeft de vicevoorzitter van het Hof van Justitie, Cynthia Falstein-Montnor, als eerste vrouwelijke Surinaamse rechter de internationale onderscheiding Pioneering Caribbean Women Jurist ontvangen van het Caribische Hof van Justitie.